Bij de opleiding voeding en techniek ga je vooral kijken naar hoe producten gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld brood. Hoe zit brood nu in elkaar? Hoe kunnen we uiteindelijk zorgen dat het een mooi brood is? En hoe kunnen we daar in bijsturen? Dus als er iets misgaat, je brood is niet luchtig, waar kan dat dan in het proces mis zijn gegaan? Naast dat ga je ook kijken naar bijvoorbeeld een nieuw brood ontwikkelen. Dus er is al een heel hoop te krijgen in de winkel rondom brood. Alleen, ja, we willen graag het assortiment vaak verbreden. Nou, daar ga je ook mee aan de slag binnen de opleiding. Je leert tijdens de opleiding van alles over de producten. Dus dat vak heet ook producttechnologie. Daarbij gaan we echt inzoomen. Dus hoe wordt brood gemaakt, zuivel, bier. Nou, dat leer je dus. Dan zitten we ook echt wel richting scheikunde. Je gaat ook een heel deel techniek krijgen. Dus hoe werken machines? Hoe zitten die in elkaar? Je gaat iets leren over marktonderzoek. Trendonderzoeken, doelgroeponderzoeken, creatieve technieken. Dus eigenlijk heel divers wat er aan bod gaat komen. In leerjaar 1 ga je kennis maken met alle beroepen die bij zowel kwaliteit als techniek horen. Omdat je vaak hier binnenkomt en denkt ik wil iets gaan doen met voeding, maar nog niet precies weet wat er speelt binnen die sector. Aan het einde van dat jaar maak je een keuze of je verder gaat richting techniek of richting kwaliteit. Dus dat is de eerste keuze die je dan gaat maken. En dan ga je in leerjaar 2 je verdiepen in techniek of in kwaliteit. Aan het einde van dat jaar ga je een keuze maken. En die keuze is dan, okay, ga ik verder richting productontwikkeling of verder de techniek in? En in leerjaar 3 ga je daar dan in specialiseren. Nou, productontwikkelaar die gaat zich dan echt een nieuw product gaat die, bedenken. Ook kijken waar de vraag naar is. Terwijl de techniek ervoor gaat zorgen dat het proces verbeterd gaat worden en dat het proces er staat. In leerjaar 1 beginnen we met pizza project. En binnen pizza project ga je beginnen met een nieuwe pizza te bedenken. Je gaat dus ook kijken welke pizza's zijn er allemaal al. En je gaat dan ook kijken welke zijn er nog niet. En wat hebben wij voor goed idee om te gaan maken. Nou, die ga je eerst in het klein zelf hier maken in onze praktijkruimte. Je gaat wat mensen het laten keuren. En uiteindelijk kies je daar een van de pizza's voor uit. Dan ga je ook kijken, hoe gaan we dit, want je hebt dan eigenlijk één pizzaatje gemaakt, hoe ga ik van die ene pizza ga ik er misschien wel 20 maken? En zijn ze alle 20 hetzelfde? Dat ga je ook in dat project doen, dus je gaat ook kijken waar moet ik dan op controleren? Hoe zorg ik dat pizza 1 dezelfde hoeveelheid kaas heeft als pizza 10? En hoe zorg ik dan ook dat ik voldoende ingrediënten ingekocht heb? Nou, wat er uiteindelijk dan ook nog gaat gebeuren, je gaat die dus alle 20 maken. Je gaat dan ook nog naar het laboratorium om te kijken of je wel schoon gewerkt hebt. Heb je wel goed alles schoongemaakt? Heb je met je handen er nog aangezeten? Of kan die gewoon gegeten gaan worden? Als je de vakken vergelijkt met waar je nu op zit op het VMBO, zul je vooral de exacte vakken gaan krijgen. Denk hierbij aan scheikunde, natuurkunde, biologie. Dat zijn de hoofdvakken en je zult ook wel een deel economie tegen gaan komen. Nou, de vakken hoe wij die hier op school noemen, dat is bijvoorbeeld producttechnologie. Dat is een combinatie eigenlijk van scheikunde en natuurkunde. Je komt scheikunde gewoon ook op je rooster tegen als vak. En microbiologie, dat is een goede link met de biologie die je kent nu op het VMBO. Je zult gaan zien dat het vaak een combinatie is tussen theorie en praktijk. Je zult theorie gaan krijgen wat je uiteindelijk in de praktijk ook zult gaan zien. Als ik kijk naar de techniekkant, kan dat bijvoorbeeld zijn dat we theorielessen hebben over brood. En als we, en dan gaan we in de praktijk ook aan de slag met het maken van brood. Nou, gaat er iets mis in dat proces, gaan we ook nadenken waar is het dan misgegaan. De praktijklessen kun je hier op school volgen. We hebben een lab aanwezig voor voeding en kwaliteit. Voor voeding en techniek hebben we een praktijkruimte aanwezig waar we van alles kunnen maken. Zoals pizza's, brood, yoghurt enzovoort. Er zijn heel veel innovaties. Als we bijvoorbeeld al kijken naar de wetgeving, daar wordt heel veel in veranderd. Dat kan dus ook betekenen dat een product anders mag gaan heten. Er zijn ook heel veel trends. Je ziet nu dat de gezondheid weer wat meer belangrijk wordt. Nou, daar spelen we op in. Daarnaast wordt heel veel geautomatiseerd binnen bedrijven. Ook daar proberen wij op in te spelen en hebben we ook wel wat apparatuur voor. Maar een groot deel van de techniek zul je ook gaan leren op je stage.
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bedrijfsleven. Dat betekent niet dat we alle nieuwe technieken hier bijvoorbeeld op school hebben. Daarvoor gaan we op excursie of ga je heel veel leren op stage. Er zijn verschillende excursies die je gaat doen. Naar bierbrouwerijen gaan we, een snoepfabrikant gaan we naartoe om te kijken in het proces. Een frietfabriek zijn wij geweest om te kijken. Dus er zijn een hele hoop verschillende excursies die wij gaan doen. Tijdens je stage in leerjaar 1 ga je kennis maken met alle verschillende beroepen. Dus je gaat meekijken met de productontwikkelaar, meekijken op het lab. Je gaat meekijken met iemand die op de kwaliteitsafdeling zit en in het proces. Nou, en in leerjaar 2 ga je dan echt een techniekstage lopen. En dat houdt dan in dat je dus in het productieproces meekijkt en meehelpt en de techniek onder de knie krijgt. Uiteindelijk in leerjaar 3 ga je een stage lopen in je specialisatie. Heb je gekozen voor productontwikkeling, dan ga je ook echt op een productontwikkelingsafdeling stage lopen. En bij techniek ga je weer het productieproces in. Wij zoeken mee, maar wij leggen wel altijd de verantwoordelijkheid bij jou neer. Jij mag als eerste gaan zoeken. Het heeft ook als voordeel dat jij in jouw omgeving kan kijken of daar een bedrijf zit waar jij graag stage zou willen lopen. Je kunt ook op internet hebben we een site waar je allerlei bedrijven kunt vinden. Lukt het je niet, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Die helpt jou dan. Je kunt stage lopen bij alle voedingsmiddelenbedrijven hier eigenlijk in Nederland en in Brabant. Denk dus ook aan bierbrouwerijen, bakkerijen, zuivelbedrijven, frietfabrieken. Nou, eigenlijk al dat soort bedrijven kun je terecht, zowel groot als klein. Eind leerjaar 2 en begin leerjaar 3 kun je op buitenlandse stage. Je moet dan wel een erkend leerbedrijf zijn. En wij als school stellen de eis dat het een bedrijf is dat dus ongeveer gelijk is aan eentje in Nederland. Wij verwachten dat je heel veel interesse hebt in voeding. Dat je voeding leuk vindt en interessant vindt. Dat je onderzoekt, de onderzoeken leuk vindt ook. Want dat gaan we ook heel veel doen tijdens de opleiding. Kleine onderzoeken, zowel richting kwaliteit als techniek doen we dat. En we vinden ook wel belangrijk dat je een teamplayer bent. Binnen de voedingsmiddelenindustrie wordt ook heel veel samengewerkt. En dat zul je ook tegenkomen binnen de opleiding. Als je klaar bent met de opleiding voeding en techniek, dan kun je productontwikkelaar worden. En daarnaast kun je ook kiezen voor procestechnoloog. Dat zijn eigenlijk de twee beroepen waar je uiteindelijk in kunt gaan werken. Er zijn heel veel mogelijkheden om door te studeren. Je kunt in principe naar elk hbo. Maar welke erop aansluiten, dat is opleiding voedingsmiddelentechnologie of food and business. En sommigen kiezen ook voor food and innovation. Dat is meer richting productontwikkeling en conceptontwikkeling. Je zult wel wat huiswerk gaan krijgen, maar je kunt ook al een heel groot gedeelte af hebben hier op school. Vooral het groepswerk zul je veel op school al doen. Nou, de algemene vakken en de andere de scheikunde en producttechnologie zul je wat huiswerk thuis voor moeten maken. Je kunt in Den Bosch op kamers. Dit zul je wel zelf moeten regelen. En wij zien ook dat veel nog niet op kamers gaan op het moment dat ze hier starten. De school is heel goed bereikbaar met openbaar vervoer. Het is ongeveer 15 minuutjes lopen naar het station en er rijdt ook een bus. Het leuke aan dit vakgebied is dat het heel divers is. Dus je kiest voor voeding, maar er gebeurt zoveel binnen bedrijven dat het niet zo is dat je altijd maar met één ding bezig bent. Je zult gaan zien dat je misschien aan het begin van de dag dacht, ik ga alleen maar deze producten maken, maar dat er iets misloopt in het productieproces en dat je eigenlijk alleen maar continu aan het schakelen, aan het overleggen bent om te zorgen dat het uiteindelijk weer goed verloopt. Dus het meest leuke is dat het heel divers is en dat je alle kanten nog op kan. Je zou voor deze opleiding moeten kiezen omdat er naast dat het gewoon een ontzettend leuke opleiding is waar je heel veel leert over voeding, er is ook een flinke baangarantie. Er is heel veel vraag naar studenten die de opleiding hebben afgerond. Eigenlijk staan bedrijven al bij ons aan de deur om jou een baan aan te bieden.